Welkom, voorzitter, kantinejuffrouw en treinknecht. Drie topvrijwilligers. Jullie weten ook dat jullie ontzettend belangrijk zijn als vrijwilligers in het Nederlands voetbal. Dus een heel bijzonder moment. Geniet daar vooral van. Zoiets maak ik maar één keer mee in mijn leven. Ik stond vorige week vrijdag op mijn eigen veldje te lijnen trekken. En ik kreeg in één keer van de man die mij genomineerd had, die zei van je bent nummer één. Nou, ik zei dat bestaat niet. Ja, ik ben opgegeven door leden bij ons de vereniging. Die vonden dat ik dit wel een keer verdiende. Als voorzitter van een voetbalvereniging heb je eens in de twee weken op zondag natuurlijk je eigen eerste elftal wat thuis speelt. Nou, nu kom ik hier en dat is echt een duizend keer uit vergrote versie zeg maar, van wat ik tot nu toe zelf heb meegemaakt. Nog wat kale plekjes hier, zie ik nog wel. Maar verder beter als het amateurveldje van ons. Nee, dat is geen werk. Dit is geen werk. Dat is gewoon leuk. Je ziet de spelers eigenlijk vlakbij de reservebank zitten. Ik vond echt ook dicht op de wedstrijd zitten ook hartstikke leuk. Ik kan niet stilzitten. Ik doe alles. Ik doe niet alleen het veld. Ik kalk. Ik doe met mevrouw de kantine schoonmaken. Maar ik vind het ontzettend leuk werk om het te doen. En ik ben eigenlijk, kan je wel zeggen, een duizendpoot. Als ik andere mensen van besturen van andere club ontmoet, dan ben ik altijd nieuwsgierig naar hoe zij bepaalde dingen geregeld hebben. En daar leer je heel veel van. Dus ik zie het altijd als een kans om gewoon een paar vragen te kunnen stellen. En te denken, hey, dat is een goed idee. Dat kunnen wij misschien ook wel, doorvertaald naar ons niveau, misschien ook wel wat mee. Ja, ik ben er altijd. Dus iedereen die kent je ook. Dat is echt ons sociaal leven. Ik ga gauw de kleedkamers in. Ik ga eens even een kop koffie brengen.